Bij de volgende plek worden hoge snelheden behaald, maar dan op een wel heel bijzondere baan. Ijskarten is eigenlijk het rijden op echt ijs. We hebben hier één hele grote ijshal. De enige permanente indoor ijskarthal van Europa. Waarin je met elektrisch aangedreven ijskarten op echt ijs rijdt. Als een gast hier aankomt tot aan het einde, ziet er eigenlijk als volgt uit. Ze melden zich aan de receptie. Vervolgens gaan wij ze meenemen richting een instructielokaal. Daar krijgt men de instructiefilm mee, waar alles wordt uitgelegd. Zodat al onze gasten gewoon veilig kunnen rijden en weten hoe ze moeten rijden. Alle bedieningen, alle afstellingen worden uitgelegd. Vervolgens gaan ze door naar de ijskartenhal, waar ze in de pitstraat nog een helm en een balaclava mee krijgen, een soort helmmuts. Dan worden alle afstellingen nog gecontroleerd en vervolgens gaan ze lekker het ijs op, gaan ze glibberen en glijden en gaan ze driften. De banden hebben we wel speciaal voorzien met spikes, anders zou je natuurlijk alle kanten opglijden. Dus dat is eigenlijk het hele unieke hier aan het ijskarten. Tussendoor krijgt men nog tips en tricks van onze marshals, om de gasten nog meer het beleving en de ervaring mee te geven om nog beter te rijden. En vervolgens rijden ze nog een tweede driftsessie, waarna er vaak wordt afgesloten met een prijsuitreiking. Het leuke aan ijskarten is dat de gasten zelf het ook echt ervaren als een totaal anders uitje. Waarbij de gasten ook vaak aangeven dat ze het toch wat lastiger vonden dan normaal. En dat op zich gewoon een heel uniek uitje is waarbij ze hier op het ijs hebben leren driften. Daarnaast is het ook het toepassen van het glibberen en glijden en van die driftsessie wat het heel erg uniek maakt. En dat vinden mensen gewoon heel erg leuk.